Storm Eunice heeft in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg voor ernstige schade gezorgd afgelopen weekend. De N206 was van vrijdagmiddag tot zaterdagmorgen dicht vanwege de harde wind en obstakels op de weg. Vanwege de extreme weersomstandigheden in grote delen van het land werd een NL-alert verstuurd. Het noodnummer 112 was overbelast door een grote hoeveelheid meldingen in verband met de storm. Op het strand waren diverse mensen die toch even het natuurgeweld wilden aanschouwen. Aan de Rijnmond is bij het appartementengebouw waar 2 weken geleden ook al een stuk van het dak wegwoei het parkeerterrein afgezet. Op straat lagen grote stukken dakbedekking. Ook elders in het dorp vielen dakpannen van de daken. Bijvoorbeeld van het complex De Bloem in Rijnsburg. Enkele auto's werden daar beschadigd. De brandweer kwam met een aantal wagens ter plaatse. Woensdagmorgen is de intentieovereenkomst voor een knarrenhof in Rijnsburg ondertekend. Stichting Knarrenhof, gemeente en Dunavie gaan aan de slag om op de locatie Juliana School en Vijverhofschool in Rijnsburg ouderenhuisvesting te realiseren. Ja, super dat we nou eindelijk inderdaad een mooie tastbaar resultaat hebben in de vorm van die intentieverklaring voor het Hof Korte Vaart in Rijnsburg. En dat gaat de komende jaren als het goed is gebouwd worden. Ja, en hoe mooi is het als we daar een knarrenhof kunnen realiseren die voor de inwoners echt het verschil gaat betekenen. Het is een hofje zoals we van vroeger kennen, maar dan op een moderne manier gebouwd, waarbij oudere mensen bij elkaar wonen, naast elkaar wonen, een gemeenschappelijke ruimte hebben en naar elkaar omzien. En dat noemen ze bij de landelijke stichting, want het is een landelijk initiatief dit, noemen ze dat nabuurschap. Het initiatief Knarrenhof is niet iets van de laatste paar maanden. De initiatiefgroep is al jaren bezig. Het heeft zo lang geduurd omdat het echt midden in het centrum van Rijnsburg is. Nou, dan heb je echt wel te maken met parkeren en met mobiliteitsproblematiek. Het heeft er ook mee te maken dat Dunavie samen met Stichting Knarrenhof en de gemeente het met z'n drieën hebben gedaan. Dat heeft als voordeel dat ook mensen met een hele kleine portemonnee toch mee kunnen doen. Dat was ook echt een wens van de gemeente. Dat kost dan wel wat meer tijd, maar als het dan lukt, dan staat er ook echt iets voor alle lagen van de bevolking. En dat vonden we belangrijk. Onze rol is natuurlijk eigenlijk al, als we teruggaan in de tijd, zijn we met de Knarrenhof best al een tijdje bezig om gezamenlijk te komen tot ontwikkeling van deze plek. Dat heeft even wat tijd nodig gehad om uiteindelijk te komen tot waar we vandaag staan. Maar onze rol is uiteindelijk gezamenlijk met de Knarrenhof definiëren van, laten we zeggen, de producten die uiteindelijk gerealiseerd moeten gaan worden. En waar wij op willen focussen is pak een beetje tussen de 8 en de 10 eenheden in het totaal van het project. Maar dan willen we eigenlijk qua doelgroepbenadering focussen op jongeren. Dus waar we eigenlijk op willen sturen is een soort van generatiehof, zeg maar, waarbij we jong en oud gaan verbinden. Initiatiefgroep 50PLUS in Katwijk is overigens nog lang niet klaar. Ja, wij zijn hier 4,5 jaar geleden mee begonnen. En toen hebben wij als doel gesteld 4 knarrenhoven in Katwijk. Want Katwijk bestaat nu nog uit 3 kernen, maar straks uit 4, hè, met Valkenhorst erbij. Dus we wilden in alle kernen een knarrenhof en ook minimaal 1 in Valkenhorst. En daar blikte ik naar vooruit, want we hebben dit is de intentieverklaring voor de eerste. En ik dacht van, nou, het is een goed moment om alvast even naar de toekomst te kijken, want dat is mijn rol natuurlijk als aanjager. Om maar meer te krijgen. En dat is niet zo 1, 2, 3 geregeld. Maar de intentie is er. De gemeente die ziet natuurlijk ook, die heeft meer prioriteiten en zo. Maar ja, ik praat namens Knarrenhof. Dus, en dat is mijn taak. Ja. De lobby gaat door. Zo is dat. Ja. En misschien moet dit er ook wel komen om het een goed voorbeeld te laten zijn. Ja, dat verwacht ik wel. Ik denk zelf, als ze eenmaal aan het bouwen zijn en de mensen wonen erin, dat daar zoveel positiviteit uitkomt. Dat de wachtlijst omhoog gaat en de druk ook om er meer te bouwen. Nou, het is natuurlijk een unieke woonvorm waarvan we ook van andere gemeenten waar ze al zijn echt hele positieve berichten horen. Dus ik zou zeggen, laten we met deze beginnen en laten we kijken of het allemaal heel erg mooi wordt. En dan kunnen we weer volgende stappen maken. De kleuters van de Groen van Prinsteren School aan de Piet Heijnlaan hadden vorige week woensdagmorgen een bijzondere taak te verrichten. Het nieuwe groene kleuterplein moest namelijk geopend worden. De school is het afgelopen jaar druk bezig geweest met de voorbereidingen van het nieuwe groene kleuterplein. Het nieuwe plein past binnen de visie van de school om te investeren in het vergroenen van de schoolpleinen. Gekozen is voor een plein met diverse spel- en bewegingsactiviteiten voor de kleuters. Het heeft geresulteerd in een plein met duinlandschappen, een zandbak, speeltoestellen en een verkeersplein. 3 groepen kleuters mochten tegelijkertijd de 3 lintjes doorknippen om het plein officieel te openen.
Tijdens de opening van het schoolplein werd ook bekendgemaakt hoeveel geld is ingezameld met een lege flessenactie. Bijna €200 is er ingezameld voor nieuwe speeltoestellen voor de kinderen.